Yo gasten, FIFA Bouws hier. En dit is alweer de laatste aflevering van Nederlands Elftal. Ik kom eraan. Nee! Het is helaas niet anders, maar ik ga deze aflevering proberen met het Nederlands team de Gold Cup te winnen. Hopelijk gaat het me lukken. En ik had even gekeken naar Robben. Zijn prijs is echt gigantisch om nagaan. Ik had hem voor 1,5 miljoen gekocht. En hij is nu 1,1 miljoen door die nieuwe regels van EA. Ik ga in actie. Dit pik ik niet, EA. Zo, nu weet EA even hoe ik erover denk. Het is niet lief. Oké, nu weer even serieus. Want dit is natuurlijk de laatste aflevering en ik ga hier naar een andere serie doen. Mijn eerste idee is om met een heel nieuw account proberen in divisie 1 te komen. En ik mag alleen coins gebruiken die ik verdien met het spelen. Ik mag geen FIFA points kopen, ik mag de transfermarkt ook niet gebruiken. Dus met de spelers die ik krijg uit packs, daarmee ga ik proberen in divisie 1 te komen. En het tweede idee is om verder te gaan met de serie waar ik nu mee bezig ben. Dus dan probeer ik met het Nederlands elftal, wat ik dus eigenlijk al heb, dan probeer ik daarmee in divisie 1 te komen. Ik zal beide ideeën even in de reacties zetten. En het idee met de meeste likes, die zal ik uit gaan voeren. Dus jullie bepalen welke serie ik ga doen hierna. Maar genoeg gepraat, ik ga nu proberen de Gold Cup te winnen met Nederlands elftal. Ik zie nu dat het niet eens Gold Cup heet, het heet Champions Shield. Maar ik ga het gewoon doen en hopelijk kom ik in de finale of kan ik hem zelf winnen. Wajo! Messi, Robben, Suarez, Royce, Götze. Wat voor team heeft die kerel, man? Nou, Van Persie meteen al, kaboom! Ja hoor, tweede minuut, nu al 1-0 voor. Hij heeft wel een ziek team, maar hij bakt er niks van. Weer Van Persie, lekker dribbelen en ja, kaboom! Slechte redding, maar mij maakt dat niet uit. 2-0, nog geen 10 minuten gespeeld. Ja, komt de volgende kant, Van Persie! Ja hoor, weer Van Persie, gewoon een hat-trick in 20 minuten. Nee. Ah, ja, als Messi erdoor is, dan weet je sowieso dat hij scoort. Nee, goed zo! Ojo! Nu moet ik wel gaan oppassen, want hij is weer heel erg dichtbij. Nou, kom op. Ja, met een beetje mazzel, Robben. Hoppa, die kon hij ook gewoon niet missen. Robben OP. Hou hem tegen. Nee. Oh, huh? Ah, nee. Weer een penalty. Dan moet je hem niet vasthouden. Idioot. Die hoek. Nee. Oh, het heeft niet geholpen. Nou, ja, volgende kant met Verpessie, hè? Dat hij niet kon scoren. Hij doet gewoon een sliding en schiet hem kaart binnen. Nee. Weer Messi. Oh, 90ste minuut. Maar ik heb wel gewonnen. 5-4. Ik ben weer een ronde verder. Kwartfinale. Nou, wie zal mijn tegenstander zijn? Hopelijk heeft hij minder goed team. En dat heeft hij. Wel allemaal enorm snelle spelers in zijn team. Maar mijn team is natuurlijk veel OP'er met al mijn Nederlandse spelers. Ja, Robben, die rent al die slome luiden gewoon langs, jongen. Kaboom! Hoppa! Nu alweer 1-0. Depay. Oh, op de bal. Oh, nee. Nou, Depay, misschien nu dan. Oh, weer op de bal. Wat een lukker is die kerel, jongen. Die staat helemaal nergens op. Doe die bal weg. Nee. Shit, oh, wat een lelijke goal. Speelt hij hem af. Nou ja, vanaf de aftrap dan maar met Depay. Oh, tot nu toe gaat het lekker. Ja, hij is er langzaam. Lekker. 2-1. Nou, kom op. Weer Depay. Oh, nee. Oh, weer op de bal. Wat is dit, jongen? Nou, misschien nu dan. Kom op. Weer op de bal. Ik heb al 4 keer op de bal geschoten. Maar ja, gelukkig heb ik wel gewonnen. Dus dan maakt het ook niet zo uit dat ik zoveel op de bal heb geschoten. Ik zit gewoon in de halve finale. Oh nee. Zijn aanval, jongen. Vreselijk snel. Kom op. Hoppa. Weer heel snel voor in de wedstrijd. Ja, kaboom. Hoppa. 2-0. Robben, ja hoor, 3-0. Het gaat nu lekker lopen. Nou, Stroopman, jij mag ook wel scoren. Kaboom. Ja, 4-0. Dat gaat lekker snel. Zie je dat? Die kerel die gaat er gewoon dwars doorheen. Nou, een keertje van afstand proberen. Gewoon met Robben. Oh, yo, wat een schot van Robben was dat, man. Kijk dan. Recht in de kruising. Dit is echt zo'n Van Bronckhorst goal. Die in 2010 scoorde.
Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar er was net zo'n goal echt van enorm ver recht in de kruising. Ik heb 5-0 gewonnen, dus dat is helemaal prima. En dat betekent dat ik in de finale zit. Even mijn spelers weer beter maken. Dr. Joran Bouws doet dat allemaal even. Oh, hij heeft ook weer enorm snelle aanval. Weer zo'n heerlijk Serie A team. Nou, Robben, schieten. Oh, in de rebound. Yes! Oh, in de finale 1-0 voor. In de rust, het staat nog steeds 1-0. Dat gaat best wel goed tot nu toe. Nee. Oeh, wat een redding van Zillis was dat. Ja, lekkere paas, Robben, schieten. Oh, dat scheelde echt helemaal niks. Onderkant lat, volgens mij stuitte die ook gewoon nog op de lijn. Nee. Oh shit, hij is langs. Nee, paas die op. Nee. 86e minuut maakt hij nog gelijk. Oh, als die kans voor Robben net gewoon zat, dan had ik gewoon gewonnen. Nu moet ik nog verlenging doen. Ik wissel even wat spelers. Ik doe gewoon Babel erin. En ik zet Aflaai er ook in. En dan heb ik iets meer snelheid in mijn team. Hopelijk kan dat nog een beetje van pas komen. Oh nee, hij heeft ook gewisseld. Hij heeft Bul erin gezet. Dat voorspelt niet veel goed. Nee. Oh, weer zo'n lelijke goal. Nou, Van Persie, jij moet het dan maar doen, jongen. Boom! Oh, ik had even gedacht dat hij erin ging. Maar goede redding van zijn keeper. Ik zet Van Persie er gewoon uit. En voor nog meer snelheid. Ik zet de Narsing in. En dan mag Robben in de spits. Ultra aanvallend. Let's go. Nee. Oh nee. Shit, dit wordt hem waarschijnlijk sowieso niet meer. Nou, misschien nu dan. Voor een beetje. Oh, op de bal weer. Ik heb ook zo pech, joh. Het slaat nergens op. Ja, en dan is hij met Bill. Zul je zien. Ja hoor. Dit is echt om te janken gewoon. En dan zie ze blij zijn, hè. Eikels zijn, het slaat helemaal nergens op. Het is me helaas net niet gelukt. Het scheelde echt helemaal niks. Maar ik vind het alsnog best wel knap dat ik in de finale ben gekomen. Dus om mezelf te belonen ga ik even een pakketje openen. Hopelijk zit daar dan nog iets goeds in. Nou, dat is niet echt een beste pack. Weet je wat, ik open gewoon nog eentje. Wat boeit mij het ook. Weer een hele slechte pack. Ik stop er nu mee, want anders blijf ik packs openen en dan krijg ik de hele tijd niks. Zoals ik aan het begin van het filmpje al zei, stem even op de serie die jij graag als vervolgserie wil zien. En vond je dit een leuk filmpje en vond je dit een leuke serie, doe dan even een duimpje omhoog. En je zal me natuurlijk ontzettend helpen als je dit filmpje bijvoorbeeld zou delen. Ik hoop dat jullie dit een leuke serie vonden. En natuurlijk begin ik volgende week waarschijnlijk alweer met de nieuwe. Maar dit was het voor deze keer. En zoals altijd, ik zie jullie later, bazen!